kan niet bij me komen, want ik zit in het water. Oh, wat een geluk heb ik. Kom op, drop een enderpearl. Hij dropt geen enderpearl. Oh my god. Hallo kijkers van Gaz Games. Hier ben ik weer met een nieuwe video. En zoals jullie zien zijn we weer bij Minecraft Bingo. Ik ben hier vandaag niet alleen. Ik ben hier samen met Koen. Hallo Koen. Weet je hoe dit werkt? Koen. Ik heb wel eens een keer een video gezien, maar ik denk dat ik je wel moet verslaan, hè? Dat moet wel lukken. Oké. Nou, in ieder geval, gewoon, je moet één lijn in de bingo kaart, of je dat nou horizontaal, verticaal of diagonaal doet, of zei ik dat goed? Volgens mij wel. dat maakt niet uit, maar je moet dus gewoon sowieso één lijn helemaal afmaken. En dat is best lastig. En de items zijn ook heel gevarieerd, zoals je kunt zien. Dus succes. Ik begin lekker met een crafting table maken, want dat is wel nodig. Zo, oké, even kijken wat hout. Hoppakee, ik heb een lekker crafting table. En dan ga ik zo meteen de eerste items maar alvast unlocken natuurlijk. Want ik zie daar een paar stone tools. Ik geef wel een tip, want ik wil natuurlijk niet te moeilijk voor je maken. Want ja, anders win ik sowieso. Kappa. Oh. Nee, gewoon alles craften wat je craften kunt. Als het niet veel materials kost. Op een gegeven moment heb je wel een lijntje dus, wat je kan doen. Ja, precies. Dan heb je dus al een klein stukje wat je dus al vast kunt maken inderdaad. En dat maakt het wel een stuk makkelijker voor jezelf. Ho. Even kijken, ik maak even lekker een pickaxe en dan ga ik wat stone verzamelen zo. Ja, ik hoor een zombie onder de grond. Oh god, nee, ik wil niet nu al vechten, want als je doodgaat trouwens, er komt een graf op de grond en er zitten je spullen in. Kijk, de dingen die je gehaald hebt en al afgestreept hebt op het bingo kaartje zijn dan daadwerkelijk nog steeds afgestreept. En jij hebt waarschijnlijk een stone sword of een stone hoe gemaakt. Nee, ik heb wat anders gemaakt. Je hebt wat anders gemaakt? Wat heb jij gemaakt? Ja, ik heb een sign gemaakt. Een sign? Oh ja, kijk. Kijk, je geeft me nog tips ook, dankjewel. Tips heb ik niet nodig om te doen. Oké, zo, alsjeblieft, signs. En dan maken we er gelijk nog één. Dan hebben we ook nog eens een stone sword. Zo, happakee. Het zijn er al gelijk drie. Nou, is het alleen een beetje naar. Ik zie dat we een boekje nodig hebben. Daar hebben we ladder voor nodig. En natuurlijk sugarcane. Poeh, het zijn wel veel verschillende dingen op dit moment. En ik zie ook niet wat echt de makkelijkste lijn is om te halen. Ik zie overal wel eentje ertussen staan waar je echt moet zoeken, weet je wel. Ja, nou bijvoorbeeld die redstone, of die redstone repeater, die is natuurlijk al heel naar. Want daarvoor moet je dus, redstone hebben. En dat is natuurlijk alweer helemaal op beneden ergens in een cave. Dus dat is al één ding wat heel erg vervelend is. En dan heb je ook nog die andere dingen allemaal. Ik ga maar gewoon snel aan de gang. Hoppakee. Ik neem een crafting table mee en ik ga een mine entrance vinden. En ik ga ook even proberen te kijken of ik sugarcane kan vinden en koeien. Ik heb een hele leuke gemaakt al. Ik heb al een bed gemaakt. Jij hebt al een bed? Oh, jij bent schapen al tegengekomen? Ja, ik had heel veel geluk met het spannen, denk ik. Nou, ik zie in de verte bij mij wel koeien. En ik heb hier varkens heel veel. Dus vergeet ook niet op voedsel te letten, want ook dat moet je zelf regelen. Ja, ik heb hier meloentjes. Oh, hij heeft meloentjes gevonden. Ja. Ja, ik ben even wat varkens aan het slopen, want ja, dat hebben we ook gewoon nodig. Hebben we ergens veren voor nodig? Volgens mij niet. Want ik zie hier kippen. Hebben we veren ergens voor nodig? Ja, neem maar gewoon mee. Doe maar gewoon je inventory space verpesten. Ja, dat. ik denk al, neem maar gewoon mee. Ik zit te kijken waarvoor dan. Sneaky bastard. Oké, ik heb hier wel koeien, want leer hebben we wel nodig. Volgens mij ook voor een item frame. Hoe maak je een item frame? Dat zou ik echt niet weten. Eva, cheat is voor mij. Zoek eens op hoe je een item frame maakt. Ja, ik heb gewoon een cheat naast mij zitten, dus in principe. Eva kan crafting recipes opzoeken en dan hoef ik het niet te doen. Kan ik gewoon doormoven. Oh, dat is wel echt next level cheaten. Ik heb eentje gevonden die ik kan completen, denk ik. Oh jee, mensen. Maar daar heb ik een diamond voor nodig. Ik denk dat ik de onderste rij ga doen. Ja, ik kan je melden. Een item frame, ik weet hoe ik hem moet maken. Zal ik hem verklappen aan Colin, is dan de vraag. Nou, vertel. Allemaal sticks met een ladder in het midden. Je krijgt hem van mij. Met een ladder? Ja, met een ladder in het midden. Ik zie ook een schaap. Okay. Hey, dan staan hier ook meer schaapjes. Kijk, dat is één schaap. Dat zijn twee schaapjes. Oh, nou, ga neer. Ja, en drie. Hoppakee. Nou, dan pakken we de crafting table weer. Dan maken we even een bed. Dan heb ik die ook alvast complete. Zo. Een bed. Oké.
Oké, nou heb ik van elke rij heb ik wel wat. Alleen nog niets in dezelfde rij voorlopig. Same, dat heb ik dus nu ook. Ja, je kan hem ook diagonaal maken eigenlijk. Hè, maar... Ja, maar ik zit nou eigenlijk te kijken. Ik moet ergens een konijn gaan vinden. Oh, wat slecht dit. Hoe maak ik ladders? Oh, come on. Ladders? Hoezo moet je ladders hebben dan? Ja, je zegt dat je een item frame maakt met ladders. Nee, niet ladders. Sticks met in het midden... Oh jeetje, een sticks met in het midden een ladder. Oh, zo! Hey, ik oh heb my god. Er zit hier opeens een gat in de map en ik viel zo naar beneden. Gewoon echt, nou ik denk dat het wel 20 blokjes diep was. Nee, ik ben niet dood gelukkig. Oh, jammer. Oh. Nou zeg. ik zoek een konijn. Waar zijn konijnen als je ze nodig hebt? Ik zie wel paarden, maar die heb ik niet nodig. Ja, gewoon recht naar beneden graven hoor. Gewoon nog lekker de noob-tactiek. Mhm, ik zou me oppassen met recht naar beneden graven, want dat kan je dood zijn. Ja, dat klopt. Ik heb hier een ravijn gevonden. En als je... Ja, het dus ook, maar ik zie iron. Ik zie iron, let's go. Up, zo, ik laat me lekker naar beneden vallen. Dan heb ik nog wel iets hout bij me. Zo, even snel een stone pickaxe maken, want dat had ik nog niet eens gedaan. Zo. Even eten, hopen dat er geen mobs opeens naar boven komen lopen. Maar ik heb hier heel veel iron staan. Dus geef maar hier. Ik heb een dubbel ravijn gevonden. Ik heb zeg maar een ravijn in een ravijn. Jij lucky bastard. Yup, en daar beneden zit nog meer iron. En hier zat volgens mij nog meer iron. Yup, hier zit nog meer. Oh, kijk eens aan. En eigenlijk moet ik ook even een creeper vinden. Want dan hebben we een gunpowder erbij. Wat zijn ze bij jou op de achtergrond aan het doen trouwens? Ik hoor een of andere... Lijkt net of iemand met een voetbal ja, binnen het aan het spelen is. Ja, nee, is niet bij mij. Oké, zo. Even kijken. Nou hoop ik dat hier toevallig... Nee, hier is geen mob. Oké, geen skeletons helaas. Geen creepers. Dat zijn de twee die we nodig hebben natuurlijk. Ik heb wel nog meer iron. En dan kunnen we dus iron boots gaan maken, een iron axe gaan maken, een bucket gaan maken en een iron ingot gaan maken. Oké, gaan we daar maar eens mee beginnen. Moet ik eerst even wat stone hebben. En dan zie ik eigenlijk, dan moet ik een diamond hebben en een salmon. Dan zou ik een lijn complete hebben. Dat is echt een diamond. Ja, hallo. Kun jij even een diamond aan mij komen brengen, kappen? Strings? Waarvoor? Ja, ik weet niet welke jij gaat doen. Oh, de vishengel. Ja. Strings heb je dan ook nodig. Ja, en je kan wol niet omzetten in strings volgens mij, of wel? Of kan dat nou weer wel? Heb ik nou iets... Want je kan wel strings in wol omzetten, maar volgens mij geen wol in strings. Oh, volgens mij niet. En ik heb geen kool. Oh, wacht, ik zie al kool. Oké, kool. Ja, heb je kool? Ik nog niet. Ja, ik heb wel kool gevonden. Even kijken, hier hebben we een beetje kool. Oh, even naar boven klimmen een klein stukje, want ik viel weer naar beneden. Dat was 1. 2 kom. Maar 2 kom? Ik heb meer kom nodig. Hier is er nog één. IJs gevonden. Lekker man. IJs. Oh, hebben we dat nodig? Nee. Nee. We hebben wel snowball, dus... Ja, misschien is hier ergens een snowball in de buurt. Ja, dat zou wel eens kunnen, want als je dan een schepje hebt, kun je natuurlijk een snowball. Heb je weer iets afgestreept. Oké, nu snel terug naar de furnace, want ik heb genoeg kom. Zo, ik heb 2 furnaces gemaakt voor extra snel omsmeltwerk. Even kijken, 1 daar en die hier, zo. Nou is het even wachten op de ingots, ondertussen kunnen we, kan ik iets gaan... Ik hoorde een skeleton. Oh. Daar heb je die wel al, die moet je ook hebben, die bone. Ja, ik hoorde een skeleton. Ja, nou een arrow of een bone heb ik nodig inderdaad. Ik dacht er eentje te horen, maar ik denk dat ik het toch mis heb. Even kijken, dan hebben we sowieso hier deze. Hoppakee, en dan maken we even een bel. Het gaat mij niet zo goed af hier. Ik weet niet wat ik aan het doen ben, maar... Ja, nou, dat blijkt. Even kijken, dan heb ik nog een bucket nodig. Dat kunnen we ook maken, want dan kan ik zo even een koe gaan melken. Zo, en ik... dacht dat ik weer iets van die skeleton hoorde, maar ik zal het wel fout hebben of zo. Ik zie vanzelf een pijl in me vliegen. Even kijken. En dan moet ik nu nog wat iron hebben om iron boots te maken. Uh-oh. Zo, ook die hebben we. Oké, nou heb ik meerdere opties. Ik kan gaan voor een salmon en een diamond. Ik kan gaan voor een gold chest en een boekje. Oké. Ik heb hier 4 zombies bij elkaar. Oh, ben lekker man. Even kijken, wat extra iron. Dan wil ik nog eventjes een... iron pickaxe hebben voor mocht ik een diamond tegenkomen. Zo, en nou ben ik op zich wel stacked.
En... Snel die spanner weghalen. Oh, jij hebt een spanner gevonden? Ja. Really? Zitten er kisten bij? Ja, dan ga ik nu kijken. Iron. Oh, hey. Oh nee. Jeetje, dan krijg ik veel, jongen. Ja, daar kan heel veel spullen uitkomen. Uit een zo'n... bone. Oh. Dan heb ik een geluk ook, hè? Ja, je hebt best wel geluk. Even kijken, maar ik ga nu mijn... Oh, 2 skeletons. Oké, okay, ja, kom maar. Ik ga gewoon met jullie beiden vechten. Oh, dit gaat fout. Oké, snel hier weer even naar boven. Even veilig blijven staan. Ik heb 1 skeleton weten te vermoorden. Daar heb ik een bone van gekregen. Nou wil ik eigenlijk nog een creeper vinden. Maar ja, een creeper gevonden. Ik heb wat leuks gevonden. Ik heb een visengel. Heb je een visengel? Oh nee, er staat hier een mini-zombie. Rot op. En een creeper. Nee, niet ontploffen, please. Ik heb jou nodig voor je gunpowder. Jeet. Waarom is die mini-zombie zo snel? Ga weg. Oh nee, creeper, nee. Oh, de creeper is ontploft. Shit. Daar gaat mijn gunpowder. Dat is heel zonde. Dat is inderdaad heel zonde, want daar gaat mijn gunpowder die ik nodig had. Staan hier nog meer creepers toevallig? Nee, natuurlijk niet. Nou zijn er kan je elkaar trouwens doodmaken als je elkaar vindt? Je kan elkaar niet vinden volgens mij. Oh. Oh nee, heb ik... Oh, ik keek bijna een Enderman aan. Anders was ik op Dylan jacht gegaan, denk ik. Ik was bijna fucked, want ik keek bijna een Enderman aan. Die heb je wel nodig, hè? Waarvoor? Oh ja, je hebt een Enderpearl nodig. Ja, maar hallo. Waarom zeg ik dat nou? Weet je hoe moeilijk het is om een Enderman dood te krijgen? Zonder armor. Want die hit, 3 hit jou dan of zo, hè? En ik, volgens mij zien jullie op de achtergrond een kat bij mij, die de Luxeflex aan de kant aan het gooien is of zo. Ga ik die Enderman aanvallen? Ga ik hem aanvallen? Ja, fuck it. Hij kan niet bij me komen, want ik zit in het water. Oh, wat een geluk heb ik. Kom op, drop een Enderpearl. Hij dropt geen Enderpearl. Oh my god. Oké, ik heb hier wel Lapis Lazuli gevonden. Hij dropt gewoon geen Enderpearl. Wat is dit? Ik zie wel een spin hier. Dat betekent dat ik, als ik strings ervan krijg, wel een visengel kan maken. Krijg ik strings? Dropt hij nou ook geen strings? Doe normaal. Ik denk dat ik alleen nog maar gold nodig heb. Ja, ik ben op zoek naar een diamond. Maar heb je alleen nog maar gold nodig? Ja. Hoezo? Heb jij een boekje gemaakt? Ik heb een visengel, dus ik kan die pufferfish gaan halen, hè? Oh ja, maar ja, succes met de pufferfish opvissen trouwens. Ja, dat is wel waar. Even kijken, ik zit nu op niveau 10. Nou moet ik gold of diamonds kunnen vinden. En ja, dat is bepalend op wat ik ga winnen. Terwijl de kat hier met zijn speeltje aan het spelen is. En je hoort dus nu heel de tijd een balletje heen en weer rollen, mensen. Dus als je je afvraagt, wat de fuck is dat? Dat is dus die kat. Die zit hier beneden met een speeltje te spelen. Oké. Okay. Diamonds. Ik wil diamonds. Ik ben hier aan het minen op zoek naar diamonds. Lekker op level 9. Ik heb hier wel kool gevonden en ik heb lava gevonden. Nog meer kool. Oké, lava, dat is niet heel erg chill. Dan moeten we even omheen met een boog. Alleen, ik zit nu even te bedenken. Ik zit nu op laag niveau. Ik heb hier wel een redstone gevonden. Nog meer lava. Zo, heb ik die redstone nu? Ja, ik heb wel redstone. Ik zou eventueel zo'n redstone repeater kunnen maken. En ik hoor hier ook weer een cave. Oké, cave found volgens mij. Er is iemand gedronken. Ja, er is iemand verdronken inderdaad. Wauw, dan ben je wel echt Ik heb gold gevonden. Alleen dat zijn never nooit 9 stuks, denk ik. 1. Er wordt er op een skeleton op mij geschoten. Oh shit. Ik heb wel een mineshaft gevonden trouwens. Ik heb een witch gevonden. Oh shit, ik word hier een beetje door een skeleton aangevallen. Ik zit echt onder de grond. Dit gaat echt niet goed aflopen voor mijn mensen, denk ik, maar... Oh, voor mij ook niet. Ik heb hier een witch. Je hebt een witch? Ja, die doet damage. Succes daarmee. Ik ben een mineshaft ingegaan. Oh nee. Ik ben een mineshaft in. Oké, ik heb hier nog meer gold gevonden. Ik ben dood aan het gaan. Je bent dood aan het gaan? Ja. Ripcon! Kom, nee. Ga je echt dood? Nee, nog niet, maar... Ik lach me echt rot als je dood gaat, hè? Dat weet je. Ja, dat weet ik inderdaad. Ik heb wel weer een item. Oh, je hebt weer een item?
Ja. Shit, sorry. Ja, ik zit in een mineshaft vast. Mooi. Blijf lekker vastzitten daar. Nee. Oh. Ik moet diamonds hebben. Oké, hierheen. Hierheen. Kom op. Laat me nou ergens diamonds vinden, jongens. Mijn muis werkt niet echt mee. Mijn muis gewoon... zit dat lekker... Oh, hier heb ik wel weer gold. Oké, dat is ook wel handig. Gold heb ik natuurlijk voor die gold chestplate nodig, eventueel. Oké, hier is weer heel veel lava. Want ik moet of nu weer naar de main of naar de upper world gaan. En dan een bucket. Oh, ik heb diamond. Oh, echt waar? Ja, ik heb diamond. Oké, kom maar hier. Kom maar in de pocket. Nee, nog lang niet. Want nu moet ik dus weer helemaal naar de upper world. Ik kan dan even kijken wat kan ik nu nog maken. Ik moet nu dan een creeper vinden. Dat moet niet zo heel moeilijk zijn, lijkt mij. Maar ik heb hier twee. Oh nee, een cave spider spanner. Oh, en zijn potion hier natuurlijk. Oh nee. Oh nee, oh nee, oh nee. Dit is niet goed. Daar staat ook nog een zombie. Ik ga snel even hierheen. Je hebt een item. Je hebt een item. Ik ben wel heel erg fucked, denk ik. Zo. Oh jeetje, ik moet alleen... Deze opname duurt al zo lang. Ik heb nog nooit zo lange bingo-opname gehad, maar... Nou, we hebben ook echt wel een moeilijke kaart gekregen. Ja, dat ook. En ik heb hier wel een emerald gevonden. Dat zou toch geniaal zijn als die op het kaartje stond. Maar dat staat hier weer helaas niet. Maar ik kan die creeper niet vinden. Als ik een creeper heb, kan ik naar de overworld. Kan ik naar boven toe gaan. Ja, klopt. Dan was je klaar bijna. Ja, en dan moet ik hem alleen nog maar een koe vinden en dan melk pakken. Is daar een creeper? Ja, ik heb een creeper gevonden. Oké. Hoe ga ik dit doen? Want die creeper die heeft mij ook gezien. Oh, hij probeert al te ontploffen. Oh, hij is ontploft. Are you kidding me? Nee! Dit meen je niet! Arme Dylan. Dit is niet leuk, Con. Ik vind het wel leuk. Nee, want ik kan zo nooit winnen. Ja, ik wel. Ik moet twee items hebben. Oké, wacht. Creepertje. Hallo, waar zijn jullie? Normaal willen jullie me altijd opblazen. En nu opeens niet, hè? Hier is er ook geen een. Hier dan? Ik zie daar wel een spawner. Of niet? Nee, dat is iets wat ik zelf gebouwd heb. Nevermind. Hierheen dan? Ik ben hierheen. Op zoek naar goud, maar ik vind geen goud. Ja, ik heb zat goud gevonden. Ik heb hier wel een spawner gevonden. Uh-oh, en er zijn hier heel veel zombies en ik zie hier nog meer diamonds. Dylan, die gaat dood. Dylan, die gaat dood. Nee. Oké, kom op. Ga dood, zombies. Oké, snel die spawner weghakken. Kom op. Ja, oké. Nou staat er alleen nog een vervelende skeleton in de weg. Oké, precies, laat die gunpowder in zitten. Ja, daar zit die gunpowder in. Oh, echt shit. Waar? Yup, en nou moet ik dus naar boven als een gek. Alleen oh hoe God. Ik dat ga... En dan moet ik een koe melken en dan is het klaar. Maar elk moment kan er toch nu iemand klaar zijn. Ik bedoel, kijk hoe ver we al in de game zitten. We zijn 18 minuten bezig. Ja, dat duurt echt heel lang dit. Holy shit, maar hoe lang duurt het voor mij om naar boven te minen? Ja, ook echt een eeuwigheid. Oh, nee. Nou, weet je wat het is? Ik ben ook op zoek naar diamonds, maar je hebt net iets meer geluk gehad met de diamonds, anders was ik ook klaar geweest al. Hoezo? Moet jij alleen nog een ik diamond? Ik heb de melk al. Hé, jij hebt de melk al. Heb je de onderstrijd bijna klaar? Ja. Oh, jij moet alleen dus nog een alleen diamond de vinden. Diamond nog. Nee, dit kan niet. En ik moet gewoon allemaal tijd wasten door hier naar boven te klimmen. En dan vervolgens moet ik ook nog meer tijd gaan wasten om een koe te gaan vinden. Ja, dat gaat denk ik langer duren dan dat ik diamonds vind. Ik zit op niveau 11 te hakken. Nee. Dit mag niet gebeuren, mensen. Ik moet eerder boven zijn en een koe vinden. Als ik een koe vind, is het klaar. Maar ik ben heel snel die caves ingegaan, omdat ik zag een diamond. Ik denk, ja, daar moet ik natuurlijk super lang voor zoeken. Oh, nee. Deze video wordt echt gewoon 20 minuten plus. Tenzij ik nu gelijk bij het bovenste puntje kom en dat er een koe voor me klaar staat. Maar ik betwijfel het. Of jij moet nu een diamond vinden. Nou, nee, ik heb nog geen diamonds. Je hebt nog geen... Nou, heb je wel nog een eigen pickaxe? Ja. Oké, dat dan weer wel. Ik ben kapot. Oké, mensen, we zijn er bijna. Ja, mijn is ook bijna. Ik ben naar boven aan het touw, of klimmen, zeg maar. Met een trapje naar boven aan het minen. Kan je niet beter recht naar boven gaan? Nee, want als je dan gravel op je kop krijgt, is het klaar. Dat is waar. Oké, ik heb dirt gevonden, dus dat betekent dat ik bijna boven ben. Uh-oh. Alleen, volgens mij is het ook nog eens donker buiten, dus...
Ja, dat hoop ik, want dan ga je lekker lang gaan zoeken. Even kijken. Ik hoor zombies boven namelijk. Oké, okay, nee, het is... Het is wel licht. Oké, okay, snel naar boven. Klimmen, klimmen, klimmen. Oké, okay, koe, koe, koe. Emmer in mijn inventory. En nu zoeken naar een koe. Oké, okay, zoeken naar een koe. Ik zie een enderman, ik zie een varken. Ik zie een skeleton, ik zie zombies. Dat is allemaal niet wat ik nodig heb. Ik moet eten en er komt een mini-zombie achter me aan. Donder op! Nee! Oh-oh, ik word dadelijk nog gekild door een mini-zombie. Oh-oh. Nee! Nee! Dat meen je niet! Nee, dat meen je niet! Oh! Ik ben gekild door een mini-zombie! Weet je waar je dood bent gegaan of niet? Ja! Alleen het is ver lopen. Even kijken, welke kant moet ik op? Oké, okay, nou, alleen deze kant. Oké, oké. Dit is nog te doen. Blijf eventjes dood en dan kan ik misschien nog winnen. Voor mij zie ik mijn graf al staan. Ja, ik zie mijn graf staan. Ah, shit. Oké. Okay. Maar die mini-zombie is er dan ook nog ergens. Of die is dood door de zon. Oké, okay, kom op. Ik heb alleen mijn emmer nodig. Ik ga heel savage alleen mijn emmer meenemen. En ik laat de rest van mijn spullen daar liggen. Ja, ik zal wel eten meenemen, maar ja. Oh shit, dat ben ik ook vergeten. Nou ja, oh, ik zie een koe. Oké. Okay. Koe, ik kom eraan. Oké. Okay. Oh, heb je... Ik heb nog steeds geen diamonds. Nog steeds 21 minuten. Wordt het dan het einde? Oh my god. 21 fucking minuten. Wordt dit het einde? Daar gaan we dan. Hé, jeetje. Oké, okay, mensen, een hele lange bingo video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ja, in ieder geval bedankt voor het kijken. Als jullie het leuk vonden, doe even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet eventjes te abonneren als je nieuw bent. Colin, bedankt voor het meedoen. En mensen, dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later.